Mijn naam is Yasser Feras. Yasser. In plaats van Jesse. Althans, volgens reaguurders op internet. Een verbastering van mijn naam als scheldwoord. Mijn achtergrond wordt verdacht gemaakt. Met een Marokkaanse naam hoor ik niet bij Nederland. Mag ik geen politicus zijn? Er spreekt haat uit. Rot op naar je eigen land. Jij hoort er niet bij. En ik vraag me wel eens af wat mijn toekomst geweest zou zijn. Als ik de naam van mijn Marokkaanse vader zou hebben gehad. Als mijn huidskleur nog wat donkerder was geweest. Als ik niet als katholiek Brabants jongetje was opgegroeid. Zou ik dan vandaag op dit podium hebben gestaan? En waarom dan niet? Niets is onmogelijk. Dat is wat mijn moeder mij leerde. Als je maar hard genoeg werkt, jongen, dan is niets onmogelijk. Het kan wel. Hoe vaak heb ik dat de afgelopen jaren gezegd in toespraken, in interviews? Maar wat als je naam echt Yasser is? Wat als je een moslimmoeder bent uit Rotterdam? Wat als je een bouwvakkenvader bent uit Venlo? Wat als je politicus bent en twee paspoorten hebt? Hoor je er dan bij? Wat als je onzeker bent over de kansen voor je kinderen? Dan verlies je het vertrouwen in de toekomst. Dan word je boos op anderen. Dan kom je tegenover elkaar te staan. Dan verlies je het vertrouwen dat het wel kan. Maar precies dat is waar ik tegen vecht. En precies dat is waar wij als GroenLinks ons niet bij neerleggen. Precies dat gevoel bij mensen zelf, dat het niet kan. En dat is waarom wij, met zoveel passie, met alles wat er in ons zit, dag in, dag uit, verkiezing na verkiezing, vechten voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. Het gevoel heeft, het kan wel. Dat is ons Nederland. Het afgelopen jaar ben ik in de kantines van Nederland geweest. En daar zag ik het optimisme en het verlangen naar verandering. Maar Den Haag laat zich gijzelen door het pessimisme van een kleine minderheid. We zien het PVV-corvée bij de VVD. En we zien dat het CDA nog altijd het gevoel heeft dat ze de fortuinrevolte gemist hebben. Maar het zijn uiteindelijk krimpende partijen. En ze leiden aan het boze burgercomplex. Ze missen wat er echt aan de hand is. Ze missen wat er echt broeit in dit land. Ze zien niet het optimisme. Zij zien niet het verlangen naar verandering. Zij zien niet een nieuwe meerderheid. Een nieuwe meerderheid van mensen die zich niet laat leiden door haat en woede, maar door hoop en optimisme. En daarvoor in actie komt. Ik zie een nieuwe meerderheid ontstaan. Een meerderheid die het anders wil. Die zich niet neerlegt bij de status quo. Als premier Rutte zegt, soms moet je hard zijn. Of als ouderwetse partijen zeggen, het blijft zoals het is. Als Klaas Dijkhoff zegt, er verandert niets. Dan neemt de samenleving daar geen genoegen mee. Dan komen mensen in actie. Dan ontstaan nieuwe coalities. Dan ontstaat er een nieuwe meerderheid. Dan zeggen kerken, dominees, leraren, burgemeesters, maatschappelijke organisaties. Het kan wel anders. En het moet anders. In ons land moet het menselijk. En als die samen zeggen, het wordt anders, dan krijgen ze dat voor elkaar. Voor Lily en Hovik. Voor Nemmer en Ayarpi.
voor al die honderden kinderen. Dan mogen ze blijven. En dat is hoop. Dat is optimisme. Dat is de nieuwe meerderheid in Nederland. Als mensen aan het CDA vragen hoe ze meer zekerheid krijgen over hun baan en inkomen, dan is het antwoord: laten we het Wilhelmus zingen. En als mensen aan de VVD vragen hoe kom ik aan een huis of hoe kan ik mijn huur nog betalen, dan is het antwoord: er moeten minder vluchtelingen komen. En als mensen aan premier Rutte vragen hoe kan ik mijn energierekening betalen, dan is het antwoord: doe even normaal. Het is afleidingspolitiek. Het is de truc van de politieke zakkenroller. Je wordt afgeleid met het Wilhelmus, met paaseieren, halalvlees, met een breekbaar vaasje. En ondertussen gaan de huren omhoog. Worden boodschappen duurder. Neemt de werkdruk toe. En krijgen grote bedrijven belastingkortingen. De winstbelasting gaat omlaag. En we kennen het patroon. Maar het trucje werkt niet meer. De samenleving heeft het door. De traditionele partijen staan nu nog op het Haagse hoofdtoneel. Maar het script voor verandering wordt in de samenleving geschreven. Door een nieuwe meerderheid. En al die mensen die verenigen zich en komen in actie. Hier in Zwolle, met acties en protesten tegen vliegveld Lelystad. Dat vliegveld gaat er niet komen. En vorige week de scholieren in Den Haag. Wie waren erbij? De volgende keer zijn het er meer. De scholieren in Den Haag, ze waren met vele duizenden en ze staakten voor het klimaat. Zoals scholieren dat deden in Australië, België, Zwitserland, Canada en Duitsland. Ik was erbij. En wat werd ik daar vrolijk van. Zo mooi. Zo ontroerend. En zo terecht dat zij strijden voor hun toekomst. En dit voorjaar. Dit vroege voorjaar in de aanloop naar de verkiezingen. In de eerste weken van maart gaan we nog veel meer zien en beleven. Vakbonden die een grote demonstratie organiseren voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Leraren die massaal gaan staken voor een beter salaris en minder werkdruk. Vrouwen die hun rechten, hun lijf, hun leven opeisen op de Women's March. En allemaal zullen we er zijn op 10 maart voor de grootste klimaatmars ooit. Vrienden, dit wordt het voorjaar voor verandering. Maar voordat het zover is, wil ik het met jullie hebben over Hans de Boer. Hij is voorman van VNO-NCW, de bedrijvenlobby. En als hij Mark Rutte sms, dan krijgt hij meteen een appje terug. Sterker nog, Mark Rutte belt hem elke zaterdagochtend tijdens het boodschappen doen. Geen grap. En Hans de Boer, zo heb ik begrepen, vindt mij gevaarlijk. Nee. Niet een beetje gevaarlijk. Levensgevaarlijk. En ik snap het wel. Die grote bedrijven die voelen aan dat het tij keert. Zij wilden de dividendbelasting afschaffen. Het is niet gelukt. Zij wilden dat het minimumloon werd afgeschaft. Dat voorstel werd geschrapt.
Ze wilden een pensioenakkoord met minder zekerheid voor mensen. Dat ging niet door. En nu willen zij een klimaatakkoord zonder dat grote bedrijven een eerlijke prijs gaan betalen. Ik zal u één ding zeggen. Dat gaat niet lukken. Die CO2-belasting voor bedrijven, die gaat er komen. Maar, jongens, ik snap Hans wel, echt. Het is toch een beetje in paniek. Hij ziet ook een nieuwe meerderheid aan de horizon. Hij vreest dat zijn hotline met het torentje verloren gaat. Hij had altijd zo'n fijn luisterend oor bij de VVD. Maar hij hoeft niet bang te zijn. We bijten niet. We slaan niet met deuren, althans niet heel vaak. Hij wil het gesprek aan. Met het bedrijfsleven. Met de CEO's en ja, ook met jou, Hans. Maar niet over jullie belangen en wensen. Maar over de toekomst van Nederland. Of zoals Kennedy het ooit bedoelde, niet over wat wij voor hen moeten doen, wat zij voor Nederland kunnen betekenen. Want Nederland is geen BV. Nederland, dat zijn de scholieren die een eerlijk klimaatbeleid verlangen. Nederland, dat zijn de mensen uit onze kantinetour. De leraren die onze kinderen voorbereiden op hun toekomst en een eerlijk salaris verdienen. De medewerkers die onze zieken en ouderen verzorgen en meer waardering verdienen. En het zijn de politieagenten die onze buurt veilig houden. Zij doen hun werk met trots en met passie. Niet voor zichzelf, maar voor de samenleving. Zij worden gedreven door betrokkenheid. En dat is wat zij vragen van het bedrijfsleven. Om het samen beter te maken. Eerlijker, groener. Dus Hans, maar ook jij Mark, we staan op een keerpunt. Er is nieuw leiderschap nodig in de politiek, in het bedrijfsleven. En draai je rug niet naar de samenleving. Kijk niet naar het verleden. Blijf niet hangen in kortzichtig eigenbelang. Neem een voorbeeld aan Lily. Met de prachtige borden. Ja. Neem een voorbeeld aan de 10-jarige Lily, die al meer dan 20 weken iedere vrijdagochtend tussen 9 en 10 staakt voor het klimaat voor het gemeentehuis in Zeist. Haar lef. Haar leiderschap, dat is de toekomst van Nederland. Dankjewel, Lily. Hey, schat. Hey. Supergoed, supergoed. High five. Zullen we een handje omhoog? Wil je een handje omhoog naar de zaal? Dankjewel, dankjewel schat. Ga lekker zitten bij mama. Ga je lekker bij mama zitten? Ja? Goed zo. Daar kan de politiek nog wat van leren. En misschien het bedrijfsleven ook. Als we het daar toch over hebben, misschien mag ik één suggestie doen aan de commissarissen en alle CEO's in Nederland. Laat ik ze maar gewoon direct aanspreken. Jullie seizoen van de aandeelhoudersvergaderingen komt eraan. Het seizoen ook van de beloningsfeesten. Van bonussen en nog hogere salarissen. Nu al verdient een CEO in 2 dagen waar een gemiddelde werknemer 1 jaar voor moet werken. Ik wil dat jullie het gesprek aangaan. Niet alleen met de aandeelhouders, maar juist met jullie werknemers. En we gaan jullie daarbij helpen. We gaan dat wettelijk vastleggen. Jullie gaan dat gesprek voeren over het verkleinen van de loonkloof, maar niet vrijblijvend. Als jullie toch een salarisstijging eisen dat hoger is dan dat van de werknemers, dan krijgen jullie werknemers een vetorecht. Want dat een CEO gemiddeld
171 keer meer verdient dan een gemiddelde werknemer. Dat is niet eerlijk, dat is niet houdbaar en dat gaan wij veranderen. Vrienden, we staan voor een grote uitdaging. 30 jaar geleden werd GroenLinks opgericht. Al 30 jaar lang voeren wij het klimaatdebat. En nu gaan we zorgen voor een keerpunt. De eerste horde is genomen. De klimaatwet. Weggewoven toen we hem presenteerden. Deze wet maakt Nederland armer, schamperde Halbe Zijlstra. Een wet voor de lange termijn... Dat gaat niemand doen, zei de cynici. Er is geen meerderheid voor, stelden journalisten. Ik heb er 3 jaar aan gewerkt. En meet-up na meet-up heb ik jullie een meerderheid voorspeld. Jullie beloofden dat onze klimaatwet het gaat halen. En op 20 december stemden meer dan 100 Kamerleden voor onze wet. Afgelopen week zou mijn moeder 53 zijn geworden. En in het succes van deze klimaatwet klinkt haar stem door. Laat je nooit vertellen dat iets niet kan. De vraag is niet meer of we klimaatbeleid gaan voeren. De vraag is hoe en wat we gaan doen. Want wat staat er op het spel? Niet alleen de toekomst van onze planeet. Niet alleen de milieu- en natuurgevolgen van de opwarming van de aarde. Niet alleen de verhouding tussen mens en natuur. Maar rechtvaardigheid tussen arm en rijk. Hier in het rijke Westen, maar ook elders in armere landen. Nu op dit moment en later in de toekomst. Dit is waar het klimaatvraagstuk over gaat. Over de eerlijke verdeling van welvaart en welzijn. Nu en in de toekomst. En dat is waarom groen en links samengaan. Hand in hand. Onlosmakelijk. En precies daarom is GroenLinks 30 jaar geleden opgericht. En mijn boodschap vandaag is hard en helder. Klimaatbeleid moet eerlijk zijn. Die CO2-belasting voor grote bedrijven, die gaat er komen. Want hoeveel tegenwind er ook komt, hoe luid de kritiek ook klinkt vanuit de bedrijvenlobby. Net als bij de klimaatwet beloof ik jullie dit. Onze wet op de CO2-belasting, die gaat een meerderheid halen. En deze wet is een belangrijke inzet bij de Eerste Kamerverkiezingen. Na maart verliest deze coalitie haar meerderheid en kunnen ze niet langer om ons heen. Dan zullen ze naar ons moeten luisteren. Dan zijn wij de stem van een nieuwe meerderheid. En mij wordt vaak gevraagd wat onze positie wordt na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Als de coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer verliest. En mijn antwoord is dan steeds, wij zijn niet afhankelijk van... deze coalitie. De coalitie is afhankelijk van ons. Wij zijn er niet om de agenda van het kabinet uit te voeren, maar om klimaatverandering aan te pakken. En ik zeg Mark Rutte dit. Wil je voorkomen dat burgers de rekening betalen? Wil je voorkomen dat het belastingplan in gevaar komt? Wil je voorkomen dat dit plan strandt in de Eerste Kamer? Dan is steun voor onze CO2-belasting cruciaal. Voor een beter klimaatbeleid... voor een effectief klimaatbeleid, voor een eerlijk klimaatbeleid. Want dat is wat er 20 maart op het spel staat. Vrienden, wat gaat het goed met GroenLinks? En wat ben ik ongelooflijk trots op jullie. We zijn de partij van vandaag die al die steden besturen. Met al die raadsleden en wethouders.
en met de geweldige burgemeester in Amsterdam. En we zijn de partij van morgen. We zijn de partij die de toekomst verbeeldt. Niet tegen het kabinet, maar vol onze idealen. Niet tegen het bedrijfsleven, maar voor eerlijk delen. Niet tegen Brussel, maar voor een beter Europa. Niet tegen, maar voor groene provincies. En het wordt een spannend jaar. Met twee verkiezingen. En misschien nog wel één. Ik ben er klaar voor. En ik hoop jullie ook. Want we gaan weer veel, heel veel van jullie vragen. De straat op, langs alle deuren. Ieder weekend, avond na avond, in gesprek met mensen over hun dromen en wensen. En onze gedeelde idealen. En we doen dat samen met de nieuwe partijvoorzitter. Katinka, wat ben ik blij met jou. En Jeroen, wat heb je het afgelopen jaar uitstekend gedaan. Het was een feest om met je samen te werken. Dank je wel. En Marjolein, lieve Marjolein, wat ben ik je dankbaar voor al het werk dat je voor onze club hebt gedaan. Dank je wel. En we doen het ook met een nieuw team voor Europa. Met een bekende als lijsttrekker. Tevens lijsttrekker van de Europese Groenen. De schrik van Brussel. De kwelgeest van lobbyisten. De nachtmerrie van liberalen en christendemocraten. Give it up voor Bas Eickhout. Dit vindt hij heel fijn, dus ga allemaal staan. Dit vindt hij top, dit. Basie! Bas. Je ziet, we steunen elkaar door dik en dun. Als mensen iets vervelend vinden, dan pak je dat voor elkaar op. En we doen dat met een nieuw team voor de Eerste Kamer. Met een oude bekende als lijsttrekker. Hij won de Tweede Kamerverkiezingen in 1998. En precies 20 jaar geleden, in 1999, waren er ook twee verkiezingen in één jaar. Ook voor de Provinciale Staten en Europa. En onder zijn leiderschap won GroenLinks de Provinciale Statenverkiezingen met 8 zetels in de Tweede Kamer, meer dan ooit. En onder zijn leiderschap won GroenLinks de Europese verkiezingen met een percentage dat nooit is overtroffen. Wij gaan dat dit jaar nog beter doen. We gaan alle records breken in Europa, in de provincies, in de Eerste Kamer, samen met de man van toen en de man van morgen, mag ik een daverend applaus voor Paul Rozemuller. We zien de tegenstellingen in de samenleving. We zien bij sommigen de twijfel over de toekomst. Hoor ik wel bij Nederland? Krijgen mijn kinderen het net zo goed als ik zelf heb gehad? Krijg ik waardering voor mijn werk als leraar, als agent, als thuiszorgmedewerker? Wordt er naar mij geluisterd? Kan het wel? Kan het anders? Ja, dat kan. Maar het komt niet vanzelf. Als je wil dat het anders gaat, dan moet je opstaan. Als je wil dat het anders gaat, dan moet je meedoen. Want verandering begint daar. Bij mensen die opstaan en meedoen. Ik had deze week de eer om de initiatiefnemers van de klimaatstaking te mogen ontvangen. Ja, zo was het ongeveer wel. En ik vroeg ze, waar komt jullie succes vandaan? Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? En ze vertelden me hoe het begon met één jongen uit hun groep die een appje stuurde. Kijk eens naar dit filmpje wat er in het buitenland gebeurt.
Al die klimaatstakingen, dat zouden we ook moeten doen. Komen jullie ook naar lokaal K001? Het kan ook een ander lokaal geweest zijn. En daar zaten ze met z'n 15e. En van die 15 bleven de 13 over. En ze maakten een Gmail-account. En een Instagram-account. En die ene jongen, dat werden de 13 mensen. En vervolgens werden het 20.000 mensen op het Malieveld. Dit kan er gebeuren als je opstaat. Dit wordt het jaar van het klimaat. Dit jaar zetten we voor de komende 10 jaar de lijnen uit. Voor eerlijk en effectief klimaatbeleid. En dat kan niet zonder GroenLinks. Dat moet met de nieuwe meerderheid in de Eerste Kamer. Het moet nu gebeuren. Verandering is dichterbij dan ooit. En deze verkiezingen op 20 maart gaan over het klimaat. En GroenLinks won de verkiezingen in 2017. We wonnen de verkiezingen in 2018. En we gaan winnen in 2019. Wij gaan zorgen voor een nieuwe meerderheid. Dank jullie wel.